Rosemount, sponsor of Amsterdam International Fashion Week. Amsterdam International Fashion Week, dag 2. Vandaag gaan we kijken naar Spijkers en Spijkers en daarna naar Bas Kosters. Jullie kunnen nog even genieten van het backstage gebeuren hier op de achtergrond. Het is onwijs druk, het haar wordt gedaan, de make-up wordt gedaan, maar ik ben er al klaar voor. Deze show had ook weer echte internationale klasse. Dat zie je aan de beleidingen, aan het kleurgebruik, aan de manier hoe ze dingen gecombineerd hebben. Wat ik heel gaaf vond was een soort van ballonbroek. Met hadden ze van die hele sokken eroverheen getrokken en hadden ze een soort van leerjackie. Wat een beetje leek op dat Burberry met zo'n witte schapenkraag. Waar hebben jullie de inspiratie vandaan gehaald voor deze show? Van de eerste vrouwen die gingen racen en vliegen. Maar dan echt als sport. Ja. Sowieso hebben we een hele grote voorliefde voor de jaren 20. En in de jaren 20 gingen vrouwen racen en verkleedden zich als mannen om mee te kunnen doen aan een rally racen. Dat is eigenlijk heel leuk. Leuke, stoere, geëmancipeerde dames. Veel spannend als vrouwen iets doen wat niet van ze verwacht worden. En vooral toen. Dat ze gewoon overal aantrokken en gingen racen. Ja, ik vind het heel erg tot verbeelding spreken. Ja, ik vind het belangrijk dat vrouwen doen wat ze echt graag willen en zich niet laten beperken door regels van de maatschappij, op wat voor vlak dan ook. Inspiratie vandaan voor je eigen kledingstijl? Nou, wat ik vooral ook heel erg leuk vind, los van het kijken naar de show, is om te kijken naar mensen hier. Dit is toch altijd een gelegenheid dat je je lekker over de top kan aankleden als een kerstboom, zeg ik altijd maar zo. Ik bedoel, ik loop wel in -4 met zomerschoenen. Ik bedoel, dat kan alleen hier. Wat brengt jou hier op de Fashion Week? Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de nieuwe Opel en auto's. Nee, mode, wat denk jij? Ik wil heel graag nu Bas zien. Het is pas de eerste show die ik deze week zie. Ik zat in het buitenland, dus ik heb alles gemist. Maar ik vind Fashion Week echt een van de leukere evenementen in Amsterdam vanwege kunst en ook gezelligheid. Ik verwacht een feestje. Ja, een groot feestje. En qua kleding? Ook een feestje. Ja, ik verwacht echt een groot feest. Weet je, ik vind het zo leuk als mensen zichzelf herontdekken. En de mode doet dat elke dag en mensen doen dat in de mode elke dag en dat vind ik superleuk. Wat verwacht je van zijn show? Ja, mooi. Natuurlijk mooi. Maar het kan Bas Kosters heftig zijn. Ik hoop het. Ik vind hem heel tof. Ik vind het heel, heel wearable, zeg maar. Dit is zulke t-shirt dat je denkt, ja, het is gewoon stoer. Het is niet heel, heel haute couture. Ik vind het wel heel tof, ja. Van zeer uitgesproken figuren en daar is hij er absoluut één van. Dus ik weet niet helemaal wat ik kan verwachten, maar ik hoop op een hoop.
echt super goed gaan en heel geweldig. Ik was heel zenuwachtig vandaag. Het was eerst dat ik, voor het eerst dat ik heel veel dingen uit handen moest geven. En ik had het gevoel dat ik weinig controle had, maar ik ben heel blij dat het met de show uiteindelijk heel erg goed is gegaan. De volgende keer doe je nog minder zelf? Ja, doe ik helemaal niks meer. Kom ik wel eens aan? Nee, dat zal ik nooit doen. Weet je, mijn werk gaat zo puur over mijn belevingswereld. En het is heel leuk dat al die mensen gemotiveerd zijn om mee te doen. Wij hebben dit gedaan. Weet je, als ik alleen was geweest, dan had ik hier nooit gestaan. En dan was die show er nooit geweest. Bye guys, thank you so much. I will get in contact with you. Thank you so much, it was great. De collectie is Fashion Mutant. Het gaat over mutatie of verandering, transformatie. En ik heb het heel breed uitgezet in het begin, maar het gaat ook, we hebben de natuur als inspiratie genomen, organische vormen, maar ook transformaties en kledingstukken. En uiteindelijk is het ook een metafoor geworden voor een transformatie in mij en in mijn bedrijf. En een transformatie die we doormaken nu we die prêt-à-porté maken. En dus ook hier op Fashion Week showen. En juist voor mij is het heel bijzonder. Maar het liefst ga ik nu met iedereen drinken en vieren en trakteren en dat het zo mooi is gelukt. De show van Bas Koster zit erop. Ik kan niet meer op mijn hakken staan, de zaal is leeg. En toch wil ik hier het liefste front row blijven zitten. Maar het gaat niet. Morgen zijn we terug met verslag van dag nummer 3.